Dames en heren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren. Je moet het doen. Je moet het gewoon doen. Ajax-Sieden, daar zijn we weer. De tweede Ajax Live-podcast van het jaar. Het is de dag na FC Den Bosch-Ajax. En gelukkig staan we hier gewoon met drie man sterk. Of eigenlijk met twee mannen en een vrouw. En dat is eigenlijk nog best bijzonder. Want het griepvirus waard rond in Nederland heeft ook de selectie van Ajax hard getroffen. Maar co Roy, Lindy, jullie zijn topvet. Jazeker, wedstrijdvet. <tosses> ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, er valt, Grappie, volgens mij, uh, Grappie, <laughs> er valt volgens mij weer genoeg te bespreken. Het is, dus, zoals ik al zei, de dag na Den Bosch-Ajax. Ajax, Ajax wint weer eens, 0-2. Houdt eindelijk weer een keer de nul. Het hield verder allemaal nog niet over, hè? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik moeite had met, uh, met het einde van de wedstrijd te halen. Want ik heb af en toe uh, flink zitten gapen. Het was uh, ja, saai gewoon bij Vlagen. En ik snap het allemaal wel... Uh, veel nieuwe spelers, zieken, afwezigen, dus ja, logisch dat het allemaal niet op elkaar is ingespeeld. Maar ik mis dan toch gewoon een stukje pit en een stukje beleving in zo'n wedstrijd. Ja, ik zat zelf inderdaad ook te kijken en ik dacht, nou, het is mooi dat je wint, maar het komt allemaal wat plichtmatig over. Ik weet niet, hoe jij dat ook? Ja, maar... ja, ja, een stukje beleving. Ik vind altijd, ja, ik, ik weet niet, maar het, 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 kijk over het geheel genomen en dat dat moeten we langzaam maar zeker toch echt onder ogen gaan zien, is de kwaliteit van Ajax gewoon afgenomen? ten opzichte van hetgeen waar we toch een beetje gewend aan zijn geraakt of verpest mee zijn geraakt, net hoe je het wil. Als, en helemaal nu als je met, met de ziekenboeg. Weet je wel, als je de, de negen gasten volgens mij die afwezig waren, die zouden allerlei, alle negen ook in de basis hebben kunnen staan. Of normaal gesproken zouden dat nou ja, acht van de negen op kampen na misschien nog wel ja. basisspelers zijn. Dus nee, dat, dat vind ik wel een voorbehoud waar je, waar je best even rekening mee mag houden. En ik heb um, ook niet genoten van het spel, maar wel Genoten van het debutante bal, wat het uiteindelijk uh, werd. Ja, dat is toch ook altijd wel weer leuk, hè? Jonge talenten. Ja, vind, uh, vind de ik de wel. En dat over. is uiteindelijk, daar hebben we hebben het vorige aflevering over gehad. DNA, het uh, DNA van de club. Ja. En uh, dat, heb je, dat heb je wel gezien. En misschien is deze generatie niet de generatie van uh, Frenkie de Jonge en Matthijs de Licht. Die zijn ook uitzonderlijk. Daar zijn we nogmaals een beetje mee verpest misschien de afgelopen jaren. Maar ik heb een uh, heel fris, leuk spelend uh, uh, Kian Fitz uh, gezien. Een voetballende zes, daar was ik persoonlijk wel aan toe. En uh, nou, dat maakte mijn avond in elk geval wel leuk genoeg, in elk geval, om die wedstrijd in elk geval wel te blijven kijken. Ondanks dat er inderdaad niet zoveel gebeurde. Maar dat nemen gaan we het voor dit keer even niet zo kwalijk, denk ik. Gaan dit soort potjes dan ook helpen, denk je, juist om die puzzelstukjes voor de toekomst weer te, weer te vinden? Juist dat je die doorstroming vanuit de jeugd krijgt, dat je die jongens ook een beetje aan het werk gaat zien. Laten we het hopen. Als het aan mij ligt, wel. Uh, ik, ben, ja. uh, ik ben Schreuder niet, ik ben Ajax niet. Ik ben nog steeds bang dat Ajax in een soort paniekmodus de markt opgaat en, uh, en spelers gaat halen. Nou, aan de andere kant hoor je links, linksom en rechtsom van uh, goed ingevoerde journalisten. Dat ze naast de uh, die ze natuurlijk al gehaald hebben, alleen nog op zoek gaan naar een centrale verdediger. Nou, dat lijkt me ook wel echt nodig. Ja, want ik wou net zeggen, zou jij helemaal niet de markt opgaan dan? Dat lijkt me, je, je, je kan je zeker je achterhoede toch wel. Lijkt me nog wel van een beetje een uh, kwaliteitsimpuls. Dus nee, ja, precies. precies. Die, die centrale verdediger, dat lijkt me geen overbodige luxe om die te halen. Kijk, mijn romantische hart zegt uh, dat Hato lekker de kans moet gaan krijgen. Ja. Maar ik snap heus wel dat het, uh, het niveau wat Ajax zo lang mogelijk wil blijven aantikken, um, dat dat voor een jonge jongen van 16, waarvan je eigenlijk nog niet weet hoe goed hij nou echt is in het eerste elftal, Um, dat je daarmee te veel risico loopt als je die, um, als je die meteen voor de leeuwen gooit. Ja, en als ah, je ja. achter iemand rustig kan rijpen en dan kan groeien naar die basisspeler. dan... Ja, dan... precies. En het is voor die jongens zelf ook vaak, weet je wel. Die, die moeten ook weer niet te snel op het paard getild worden, zeg ik dat zo goed. Ja. Um, ja, en meteen het stempel krijgen. Dat is het grote talent en daar moeten we ons volste vertrouwen in hebben. Laat die jongens maar inderdaad maar rustig een beetje snuffelen. Zoals het met Fetch Jim uh, nu gebeurt. Volgens mij is het traject wat hij volgt, van een ja, talentvolle speler die misschien zijn hele jeugdcarrière al is... naar jong Ajax, een jaar rijpen en een jaar als aanvoerder. Vervolgens de volgende stap maken om, in, zoals nu in de winterstop, aan te haken. En misschien ook blijvend aan te haken in de uh, selectie in elk geval. Misschien niet altijd basis, maar wel in de selectie. En op die manier steeds meer minuten maken en er volgend jaar staan. Ja. Dat lijkt mij het perfecte traject. en uh, het valt allemaal af te wachten of hij uh, op lange termijn het, uh, het echte, absolute Ajax-niveau wat wij na willen streven, heeft. Maar wat ik gisteren zag, vond ik in elk geval leuk om te zien. En fris, en dat, dat voelen we ook allemaal met Conce weet je wel. Dat is ook allemaal lekker dattelend en hij is veel aan de bal en het vliegt alle kanten op. Dat is op zich al leuk om te zien. Nou moet het natuurlijk doorvertaald worden in uh, ja, resultaat, maar ja, in, in, in uh, uh, efficiënt. Assist, goals, dat soort dingen. Op concerts komen we zo meteen ook nog heel even terug. Uh, ik noemde het net al, uh, voor, voor het eerst in vier maanden weer een keer de nul gehouden. Nou is dat tegen Den Bosch, uh, mag je dat misschien ook wel verwachten van de ploeg. Maar voor het eerst in vier maanden. De laatste clean sheet was op 10 september tegen SC Heerenveen. Maar na veertien wedstrijden met tegengoals. Uh, volgde dat is toch eigenlijk Ajax onwaardig? Ja, zeker. Zoals Ajax vorig seizoen voor de winterstop werd geprijsd om het uh, weinige aantal aan tegengoals is het dit seizoen gewoon verdubbeld of misschien wel verdriedubbeld. Uh, dus ja, dat is, je weet gewoon en je ziet aan alles... dat Ajax ontzettend kwetsbaar is in de verdediging. En hoe je af en toe toch ook gisteren weer zag hoe het open lag... en hoe ja. sommige ajax er gewoon terug shokken, Ja, dat is wel kwalijk. Nou, vooral inderdaad, ik had de, de momenten dat Den Bos eruit kwam, iedere keer het idee van: nou, als ze hem goed geven, dan is het ook meteen link. Zij hadden ja. niet de capaciteiten om die Paas vervolgens te geven. Maar nee, ik zag op een gegeven moment na vijf minuten al Bessie uh, een breedtebal uh, geven die onderscheid werd door Den Bos. Zag ik net nog tegen Lindy. Speel je tegen PSV of in de uh, Europese, uh, ja, een grote tegenstander, dan is het hangen. Ja. Dus uh, ja, inderdaad, dankzij Den Bos bleef, uh, bleef Ajax dat bespaard gisteren. Aan de andere kant is het uh, een beetje onderdeel van, om het populair te zeggen, scheuterbal. Uh, heel aanvallend. En uh, de wedstrijd tegen Vitesse uh, hebben we allemaal nog wel in onze herinnering zitten. Hoe ver de centrale verdedigers helemaal meegingen naar uh, uh, de helft van de tegenstander. En dus word je kwetsbaar achterin. Ja, daar kan je van alles van vinden. En uh, dat we de nul niet houden. Johan Kruijf zei volgens mij ook altijd... als je er één meer maakt een tegenstander, dan heb je tegenstander... Ja. dan is de winst sowieso binnen. Dan heb je in ieder geval attractief voetbal. Dus ja, nou, heel erg vind ik het niet. Maar als het de kwetsbaarheid de overhand krijgt... en je de goals niet maakt... en dat is natuurlijk het probleem wat Ajax wel echt met zich mee zult... want dat het maar ook nu maar weer slechts 2-0 wordt... is wel te danken aan het grote aantal kansen... wat Ajax iedere keer maar dat liggen... En, uh, Al vond ik dat ze gisteren ook heel weinig creëerden. Ja, nee, zeker niet, niet, niet. Veel minder inderdaad ten opzichte van de wedstrijd in, uh, ja. in Nijmegen tegen NEC. Die zullen we misschien ook nog later wel. Uh, ja, zo die komt toch wat er loopt. Als je sprake. ziet wat daarin aan kansen wordt uh, verspeeld, en uiteindelijk Ajax. Één voorzet krijgt uit een onterechtgegeven vrije trap en je speelt daarmee gelijk. Ja, dan zijn de pijlen uiteraard en misschien ook wat terecht gericht op uh, Schreuder en uh, op wie er uh, centraal achterin staat en het gepuzzel waar hij steeds mee bezig is. Andere kant, ja, schieten ze ervoor in twee of drie bij, kan niemand wat van vinden en dan ga je daar fluitend uh, uh, terug als koploper uh, terug naar Amsterdam. Ja, maar ja, dat is als en dat gebeurde inderdaad. Niet. Nee, ja. Maar eh, je, je hebt het over het gepuzzel van Schreuder. Um, dan is heel opvallend als je bijvoorbeeld die wedstrijd dus tegen NEC eventjes uh, neemt. Ook toen al veel mensen geveld door griep of door blessures. Dan denk je nou, het wordt al puzzelen achterin. En desondanks wordt Owen Wijndal gepasseerd. Dat is eigenlijk wel een teken aan de wand. Ja, Schreuder was niet tevreden over hem. Uh, dat maakte hij heel duidelijk kenbaar vooraf. Hij, uh, hij vindt dat Wijndal meer mag leveren met, uh, met de kwaliteit en het talent dat hij heeft. En uh, ja, Wijndal heeft niet bepaald zijn ongelijk bewezen tegen Den Bos. Nee, dat denk ik ook niet. De Schreuder kreeg overigens na afloop van die wedstrijd met Den Bos uh, kreeg hij de vraag van, ja, hoe gaat Wijndal om met die, uh, met die kritiek... of met die verbeterpunten die hij meegeeft. En pakt hij dat goed op? En uh, daarop antwoordde Schreuder het volgende... Ja, maar ik denk dat uiteindelijk is. is een speler wil altijd spelen. Weet je. En, en, en ik weet ook wel, ik weet hoe Owen is. En als ik hem vandaag en, en gisteren ook op de training zag, was dat, zeker gisteren op de training, was hij er gewoon ook echt gebrand om, om het goed te doen. Dat is goed. En, er is altijd concurrentie bij Ajax. Dus dat, dat hoort ook bij. Dat, het gebranden is dat wat je wilt zien. Ja, zeker. Maar dat weet hij ook. Dat weet hij ook. Dus daar hoef ik ook niet moeilijk over te doen. Ja. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar er wordt dus meer verwacht van Wijndel. Je zei het al, Lindy. Hij heeft ook niet tegen Den Bos nou echt laten zien van... Uh, kijk eens wat ik kan. Nee, klopt. Dat gold misschien wel voor, voor meerdere spelers gisteren. Um, ja, het, het was allemaal heel fragiel. En, en het, het zal bij Wijndel ongetwijfeld te maken hebben met het, uh, het niet hebben van vertrouwen. Waardoor hij misschien zo speelt. Um, ik vond inderdaad wel meer spelen ze echt heel erg zwak. Vooral in de verdediging gisteren. Maar wat ik opmerkelijker vond bij de wedstrijd in Nijmegen, is dat. Oké, okay, Wijndal speelt niet. Dat is een keuze van de trainer op basis van wat hij ziet op de training. Daar kunnen wij van alles van vinden. Maar als hij vindt dat Wijndal niet hard genoeg traint... heeft hij wat mij betreft in elk geval het volste recht om te zeggen... nou, dan speel je ook gewoon niet. Ja. Maar dat hij dan vervolgens Bessie uit het centrum weghaalt... en dan linksback zet en Rens in het centrum gaat uitproberen... want zo zei hij het uh, na de wedstrijd... ja, ik wilde het wel eens even uitproberen uh, daar met Rens centraal achterin... Dan Denk ik, ja, jeetje, we zijn in januari. Weet je wel, er zijn 20 wedstrijden een ja. beetje onderweg, alles bij elkaar opgeteld. De tijd van uitproberen is wel geweest en al heel lang geleden geweest. Volgende week zat de klassieker op het programma. We mogen toch wel verwachten dat er een, een basis staat en dat ieder, weet je wel dat, dat je echt een vaste positie gaat krijgen in het elftal. Ja. En dat, dat is zowel voor rens kennelijk als voor Wijndal, als voor Bessie, maar ook voor Tadic voorin en uh, Bergwijn. Het, het ge... Googel steeds maar wie waar op welke positie terechtkomt... vind ik vrij eigenaardig. Ja, vooral ook dat het blijft wisselen. Want nemen Rangers uit, waar Wijndal uitviel geblesseerd en toen kwam Rens juist als backer in en bleef Bessie weer in het ja, centrum. Ja, dus die omstandigheden die, die, die zijn er vaak. En uh, de omstandigheden uh, van het weekend en gisteren waren de vele blessuren gevallen. Maar los daarvan uh, vond ik het heel opmerkelijk dat je Bessie tegen NEC op linksback uh, zag. En Rens dus ineens in het centrum voor het eerst dit seizoen. Ja. En dat dat uh, gisteren zat Bessie weer uh, centraal achterin stond. En dat zullen ongetwijfeld de blessuregevallen zijn. Dus hij moest wel met wijnen op de prop komen. Hij had ook niet maar... heel veel alternatieven op linksback, toch? Nee, Als gisteren, gisteren, dan... niet, gisteren niet. Nee, maar bij NEC dan toch verder. Ja, ja, Als je dan... wijnen dan niet laat spelen, uh, dan moet Bessie uiteindelijk wel naar die linkerkant. Nou, ja, of, want hij heeft uh, een blind geslachtofferd in de wedstrijd tegen Emmen onder andere, door Rens linksback te zetten. En nu stond Rensje ineens weer centraal. En Bessie weer back. En weet je, dus dat geschuif steeds, dat, dat vind ik wel vrij eigenaardig. Ja, nou dat, dat heb ik ook een beetje. Na, na die wedstrijd tegen Den Bosch spraken we ook met Schreuder. Toen kreeg hij de vraag van... Uh, Tadic, je doet nu twee wedstrijden goed op uh, linksbuiten. Ben ik het ook mee eens? Geef weer een assist uh, bij NEC? Uh, komt daar voor mijn gevoel echt ver uit het beste tot zijn recht? Is hij daarmee nu dan ook even voorlopig even jouw vaste links buiten? En dan is toch het antwoord van Schreuder weer nou zeker niet, want ik vind uh, Bergwijn ook een hele goede optie op die plek. Dus uh, dat gaan we gewoon weer per keer bekijken. Ja, ik blijf toch denken als je in de fase zit waar Ajax nu in zit, waarin het allemaal al zo moeilijk gaat gaan, nou is naar een wat basis ja. basiself werken waarbij iedereen gewoon weet op welke positie zi die zich moet richten. Maar goed, dat zeg ik als supporter. Ja, nou ja, wat, wat die net ook al zei in het interview in, uh, over Wijndal. De beste moet spelen. Um, je rendement moet er zijn. Maar dat levert volgens mij, uh, uh, Tadic wel. En, en bij Ajax heb je, um, niet, ben je, is eigenlijk geen enkele speler in de positie om, om uh, ja, zonder concurrentie verzekerd te zijn van een plek. Maar ik ben het met jou eens, uh, Jordi. Want dit heeft daar niks mee te maken. Dit heeft gewoon te maken dat hij nog steeds aan het zoeken is ja. wie waar het beste tot zijn recht komt. En ja. dat, dat, die periode zou al lang voorbij moeten zijn. Ja, en ja. dat denk ik wel iets wat je, is wat je de trainer uh, aan mag rekenen. Ja. 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 Um, een lichtpuntje waar we het net ook over hadden, je benoemde hem al. Uh, Francisco Concha Sau, daar heb ik van genoten in de wedstrijd in Nijmegen met name. Gisteren ook nog wel, maar met name in Nijmegen. Die liet een paar keer zijn hakken zien aan uh, <laughs> zo op het Moment. Ja, ja, dat is dan wel weer zo'n speler waar... Uh, we hadden het net over beleving en pit. Maar daar kwam wel wat, wat verrassend zeg maar, uh, vandaan. Iedere keer als hij de bal had, dan ja, ging je er wel eventjes wat beter voor gaan zitten. En was je wel benieuwd wat hij ging doen. Uh, en dat is wel weer lekker bij Ajax, zo'n speler. Ja, gewoon ja, dat, dat De flitzig, hè? De, ja. Uh, ja, ja, hij wordt niet voor, voor niks een aantal keren al vergeleken met het, uh, een type Anthony. Ik denk lijkt dat hij ook nog wat... een beetje op qua beweging. Ja, zoals, precies. Uh, precies. Ja. En maar Anthony, die... Uh, die die heeft nodige goals en assists wel afgeleverd. Ik denk dat, uh, dat Chico, want zo mogen we hem noemen van Shoot Masu gelukkig. Van mij mag het. Ja, dankzij Menno, Menno Pot. Uh, dat hij dat die, dat die daarin nog wel even wat sappen moet maken, dat zie je ook wel. Het is, het is heel veel dartelen, het is heel veel spelen. Uh, en inderdaad, hij is sneller dan de rest. Dus ja, dat gaat hem onwaarschijnlijk makkelijk af. Ja, en als hij nu ook nog zijn medespelers weet te vinden... of euh, ja, met zijn linkerpootje hem zo in de verre hoek weet te krullen... Ja, dan, dan zijn we een end met die jongen. Dus het is wel heel leuk om te zien, ja. En dit is nou zo'n jongen euh, die met zijn huidige prestaties... wel een basisplaats aan het, aan het afdwingen is. Een vaste basisplaats. Als we Alfred Schreuder in ieder geval mogen geloven. Is jouw bedoeling ook om een goed te zou nu wat langere tijd de kans te blijven terus. geven... of kan het ook echt per wedstrijd uh, Nou, het ligt ook aan zelf. weet je. Als hij die dreiging houdt die hij nu laat zien... En, en hij is fit, dan vind ik het een, zeker een, een hele goede optie voor de basis natuurlijk. De, ik denk wel dat iedereen ziet dat hij wat extra's geeft. Hij heeft snelheid, diepte en hij kan een man uitspelen. Ja, ik denk ook uh, zeker nu met al die blessures die er is, uh, dat het logisch is dat hij er wat vaker staat. Maar ook als die jongens straks terug zijn, dat hij vaker de kans gaat blijven krijgen. Hè? Nou ja, waar je een luxe hebt aan de linkerkant, wat we het net over hebben, wat eigenlijk en voor Tadic en voor Bergwijn de, de, de fijnste en beste plekken zijn, dus links voorin. Is het op rechts voorin heel dun bezaaid, en is het juist fijn dat de uh, daar nu uh, ja, zijn hele serieuze groei naar heeft gedaan om daar voor langere termijn uh, te gaan spelen. En, uh, ja. Maar, maar God, hebben jullie nu dan ook het gevoel dat dat soort puzzelstukjes, zoals een consciorciaal, eigenlijk nu op een plek vallen nadat het noodgedwongen eigenlijk zo ontstaat door blessures? Ja, dat zou kunnen. Maar nogmaals, ik vind dat die puzzelstukjes veel te laat vallen, ja. want die op rechts buiten kan dan misschien gelegd zijn. Maar ja, om niet in herhaling te vallen, doe ik toch eventjes. Links centraal achterin, links back, uh, links buiten. Dat blijft iedere keer uh, schuiven. Wie waar het best tot z'n recht komt. En dat vind ik echt rijkelijk laat in januari. En hebben we het nog niet eens gehad over de keeper. Want daar stond een nieuwe man, Geronimo Rulli. Wat een wedstrijd keepte die, hè? <laughs> Foutloos. Ja, de nul. Ja. Het rolie-effect gelijk. Ja. Nou, ik moest inderdaad wel even aan hem denken toen hij in de spelerstunnel tunnel stond. Had hij volgens mij nog in zijn hoofd dat hij uh, in, uh, in, in Villa Real uh, zat, vlakbij Valencia, waar het uh, 21 graden is ja. momenteel. En uh, waar je in uh, uitverkochte stadions, uh, serieus te nemen stadions, uh, op goede velden speelt. En ineens uh, ben je in Den Bosch in een fietsenstalling. Sorry uh, jongens uh, van den Bos, op kunstgras met regen en storm. Uh, hij kwam in zijn korte mouwtjes. Ja, dat uh, toont karakter toch? Ja, karakter. Maar je <laughs> ja, zag inderdaad in de rust dat hij uh, verwisseld had, uh, het shirt even verwisseld had. Ja, misschien Want, was uh, hij met zijn hoofd toch nog een klein beetje bij de Spaanse zon. Uh, nou, ik vroeg, me, kwam. ik vroeg me tijdens de wedstrijd af: van, hij, hij is dus overtuigd geraakt door het verhaal van Tagliafico en Martinez. En ik, ik moest er even aan denken dat ik dacht, ja, maar wat zullen ze hem al verteld hebben? <laughs> hoe, hoe, hoe geweldig de Nederlandse competitie en, en spelen voor Ajax wel niet was. En dit is je eerste wedstrijd, zeg maar. Dus ik, ik hoop dat, dat ze hem heel erg vooraf hebben duidelijk gemaakt. Dat dit een bekerpotje was tegen een tweede klasser. En dat er heus in Nederland leuke affiches op het spel staan. Ja. Zoals inderdaad uh, zaterdag in een uitverkochte arena tegen Twente. Uh, Wanneer er wat, wat, wat meer prestige op het, uh, op het spel staat. Want van gisteren, als dat zijn referentiekader is van het spelen voor Ajax, dan zal hij uh, letterlijk van een koude kermis zijn uh, thuisgekomen. Ik ja. moest er wel om lachen. Ik keek even naar de rest van de selectie. Klaassen was de enige andere. Ajax ziet met korte mouwen het feit uh, Klaassen speelt altijd met korte mouwen. Ja. Moet ja. je maar opletten. Altijd. Ja. En dat is een, is een bikkel wat dat betreft dan, maar ik vind het wel mooi dat een keeper, waarvan je eigenlijk al weet, ik ga waarschijnlijk niet zoveel te doen krijgen, dat die dan met dat typisch ja, hond, ja, hondenweer in zijn korte mouw. Dat hondenweer en, en kunstgras, want het lijkt me ook ja. niet fijn als keeper als je af, uh, duikt over dat veld heen, uh, dat je, 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 je ellebogen in, uh, en je polsen steeds open liggen van het vervelende plastic veld. Maar goed... Uh, Gisteren was het nat genoeg daarom uh, om dat niet op te lopen. Ja, dat is zeker waar. Beoordelen kunnen we hem nog niet. Dat is ook logisch, want hij heeft simpelweg... Nou, ge... voetballend. Nee, Voetballen serieus. Ja, de, de, de balletjes ja. terug. Je, je, ik had het idee dat de, uh, de achterhoede wat zekerder was om die ballen terug te spelen op, uh, op Roelie. Hoewel Pasveer eigenlijk ook prima kan meevoetballen. Maar volgens mij is het bij Roelie echt een uh, hele specifieke kwaliteit. En nou ja, natuurlijk nou ja, kan je hem niet beoordelen op deze wedstrijd. Maar dat zag we wel... Uh, Nee, ik bedoelde inderdaad ook meer het keepende aspect. Want ja, ja, hij heeft is. simpelweg uh, nou ja, niks te doen gehad eigenlijk. Dus dat gaat in de komende weken moeten blijken. Um, maar Roelie onder de lat brengt me wel op een volgend punt. Wat, 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 wat toch bij mij in mijn hoofd is blijven hangen. Pasveer wordt dan uh, gepasseerd. Um, Schreuder gaf op de persconferentie voor NEC uit al aan van... nee, ik heb daar nog niet uh, met Pasveer over gesproken. Vervolgens wordt die wedstrijd in Nijmegen gespeeld. Pasveer nog gewoon onder de lat, want uh, Roelie was nog niet speelgerechtig. Maar hij verschijnt vervolgens voor de camera van ESPN. En dan uh, vertelt Pasveer het volgende. Um, ja, en was dit dan voorlopig jouw laatste wedstrijd als eerste keeper van Ajax? Dat weet ik niet. Nou, ik neem toch aan dat jij weet wat jouw status is. Ben jij nog de eerste keeper van Ajax of niet? Uh, nou ja, zoals vandaag was wel. Ja. Dus, uh, ik heb niks gehoord van de trainer. Je, dus, uh, we gaan het zien. En uh, ja, wat ik, zeggen, ik doe altijd mijn, mijn uiterste best. En, uh, ja, ik ben iemand die nooit opgeeft, dus uh, we gaan gewoon voldoen. Goed, Roelie is gehaald. De trainer heeft al gezegd, ja, dat is niet voor niks. Het is een 8 miljoen gekost, maar hij heeft niet tegen jou, met jou gesproken over wat jouw rol nu gaat worden. Nee, ik heb niks gehoord van de trainer. En ga je, uh, valt je dat tegen? Nou, dat weet ik niet. Kijk, dat is aan de trainer. De trainer is degene die, die, die daar een duidelijkheid moet verschaffen. En uh, vooralsnog heb ik niks gehoord. Dus, uh, yeah, uh... Ja, ik vind dit vreemd. Kijk, iedereen voelt aankomen als je een nieuwe keeper haalt. Dat pas weer tweede keus wordt. Maar persoonlijk denk ik dan: hoe moeilijk kan het zijn om tijdig even te gaan zitten met zo'n zo speler. die eigenlijk al het hele seizoen vast onder de lat staat. en gewoon uit te leggen wat er staat te gebeuren. Nou, wat ik ook wel vreemd vind, uh, toen Schreuder naar Ajax kwam, uh, toen werd er heel veel geroepen over dat Schreuder misschien juist wel te veel met zijn spelers communiceert. Heel veel praten, uitleggen waarom iemand wordt gepasseerd. Dus dit past totaal niet in dat plaatje. Er ja, nou, echt misschien, misschien wel genoeg dat Schreuder als assistent uitstekend is. Want dan, dan hoef je met al dat soort dingen helemaal geen rekening te hebben. Dan ben je juist een prettige schakel. Dan sta je ja, ja. veel meer tussen de groep in. En nu is hij de grote baas van een selectie. En daar komen andere dingen bij kijken. En dan, dan is eigenlijk hetgeen waar hij altijd voor geprezen is... zo'n tekortkoming lijkt het wel. Ja, en ik vraag me ook af inderdaad... van in hoeverre hij een goede manager dan inderdaad is. Want is dit ook niet hetgeen... wat waarschijnlijk een probleem is geweest... Uh, in, de, in, in de relatie met blind? Ja, kijk, wij zijn natuurlijk heel goed in... om dingen nu heel erg groot te maken... Hè? En, en alles op het bordje van uh, schreuder te gooien. De situatie blind, de situatie nu met, uh, met, met, met pasveer... Het, het, het heeft iets onhandigs. Tegelijkertijd... Pasveer, kijk ook even in de spiegel. Pasveer toen hij gehaald werd door Ajax, was het al transfervrij van Vitesse. Die kan nog even twee jaar bij Ajax op het bankje, omdat je dan een goede ervaren keeper achter de hand hebt die een keer moet invallen. Die is door de situatie Onana uiteindelijk eerste keeper geworden. Heeft het uitstekend gedaan. Maar Ajax moet verder. En uh, die moet verder kijken dan een 39-jarige en 40-jarige keeper op de bank. En die wil er eentje halen. En daar ben ik het helemaal mee eens voor de komende vijf of zes jaar. En? en dat dat dan op een gegeven moment ten koste gaat van die keeper. die je eigenlijk anderhalf seizoen lang uitstekend hebt kunnen gebruiken. Dat is mooi. En dat, dat heeft Pasveer uh, hartstikke goed gedaan. Maar ja, inderdaad, wat Pasveer overvalt in het interview wat je ja. dan net uh, laat uh, horen. Is de uitleg die ontbreekt. Ja, maar dat is... Maar dat is ook helemaal onhandig. mijn punt. Kijk, want Pasveer geeft zelf in hetzelfde interview ook aan... van ja, Ajax moet naar de toekomst kijken. Dat is goed dat de club dat doet. Dus volgens mij... Uh, tuurlijk vindt hij het jammer dat hij ernaast komt te staan. Want hij is ook een sportman en wil spelen. Maar die beslissing begrijpt hij. Maar het gaat mij echt even ja. om dat punt van... een stukje communicatie Precies. naar je spelers Precies, en ik moest, ik moest een beetje denken aan Van Gaal. En daar werd natuurlijk een beetje lacherig over gedaan... richting het WK, of eigenlijk voor het WK... met de bekendmaking van de selectie... Dat hij Frans Hoek eigenlijk de, de, de keepers liet bellen. En ja. toen was er, wat, er was wat kritiek over links en rechts. Maar keepers verstaan elkaar wat beter, heb ik het idee. Wie is nu de keeperstrainer van Ajax? Het was heel lang. Anton Scheuntjes, Scheutjes Geen ja. idee. Het is helemaal prima. Zal vast een goede. Uh, weet ik veel. zijn of niet. Het maakt niet uit. Maar dat aspect van uh, die uitleg verschaffen. Weet je, als je dat dan, dan even uh, terugkijkt naar hoe Van Gaal dat aanpakte, weliswaar met Frans Hoek. Maar had zo'n man daar dan voor gebruikt? Weet je, om die uitleg aan Pasveer te verschaffen. En ja. Want, ja. De, ja, ook dit weer, we hebben het vorige week ook over gehad, dat, dat Schreuder al die kastanjes maar uit het vuur, vuur moet halen. Dit is er weer zo een. Ja, maar dat is, is dat ook niet een klein beetje uh, zijn, zijn eigen. Ja, het schort dat niet een beetje aan zijn manier van nou, communiceren. Ja. Want ook de manier uh, waarop een manier... hij een journalist vraagt op die persconferentie van nou heb je hier met pas weer over gesproken? En dan zegt hij vrij onverschillig. Nee, 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 dat heb ik niet met. Te Terwijl ik nee, denk, maar... het is toch een hele logische vraag. Ja, dat nee, het is een dat... logische vraag. En uh, de, het, is, het is onhandig hoe, de, hoe dat gecommuniceerd wordt. Maar misschien is hij juist uh, niet alleen goed in communiceren, maar vooral delegeren. Ja. Want hij zou eigenlijk de, ja, de, de grote baas, noemde ik het net al, moeten zijn. Die, uh, nou ja, uh, Scheuntjens, zei hij? Scheuntjens, ja. Anton in dit Schöntjens. geval de uitleg kan laten geven aan de keepers. Weggeplukt bij Almere City. Uh. Oh ja, dat ja, weet jij dat natuurlijk weer. Dat weet ik weer. dan weer, ja. ja. Uh, maar ook een reiziger, weet je wel. Het is best wel vaag, wat is nou zijn rol? Communiceert hij wel met de spelers, ja of nee? Geen idee, hè? Misschien uh, gebeurt het wel. Je, je ziet dat veel minder dan in de tijd van Ten Hag, die dat volgens mij veel beter manageerde. Dus aan, aan al die touwtjes kon trekken, maar ook goed kon delegeren om bijvoorbeeld de communicatie met de spelers toen aan Schreuder over te laten. Waar die, Lindy zegt het terecht, heel goed in was in die tijd. En nu ontbreekt het daar juist heel erg aan. Toch wel even benoemen. Het is uh, wat laat, maar Schreuder heeft inmiddels wel een gesprek gehad met, uh, met Pasveer. En uh, toen heeft hij ook aangegeven dat Pasveer daar. ja. Super professioneel bereageerde en daarmee is de lucht hopelijk ook wel weer ja, geklaard. Ja, dat is ook zo. Dat is ook... En weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat een trainer dat, die krijgt dan een vraag van die journalist, denkt: ja, kun je dat? Misschien had ik het wel, wel even moeten doen. Ja, dat is er gewoon niet van gekomen. Maar ja, ja uiteindelijk krijgen ze een heel onhandig vraaggesprek. Ja. Is het gesprek gelukkig wat jij terecht zegt inmiddels wel geweest? Maar... Ze moeten het nogmaals ook niet groter maken. Nou ja, kijk, uiteindelijk staan wij natuurlijk ook vanaf de zijlijn hier uh, te roepen toeteren En weten we ook niet allemaal wat er binnenkamers speelt. Maar... maar het lijkt veelzeggend over hoe er gecommuniceerd wordt met spelers. Ja. Vanuit de trainer, maar ook vanuit de assistenten. En in dit geval de keepers ja. Dat is misschien wel iets. Uh... Laten we dit onderwerp ook daarmee afsluiten. Want eigenlijk alles wat we nu besproken hebben, NEC, Den Bosch, uh, spelers, jonkies. Het is allemaal de opmaat naar misschien wel uh, de week van de waarheid even voor Ajax. Uh, te beginnen zaterdag Ajax FC Twente, gevolgd een week later op zondag door de klassieker uh, in uh, de Kuip. Ja, Ajax Twente, wordt dat een sleutelduel? Ja, ik vind dat altijd, het is heel cliché, maar eigenlijk is ieder duel een sleutelduel. Hm. Want je moet gewoon alles winnen, punt. Ja, ja. Maar de, als we de, me, de media, de media die, die zeggen nu gaat Ajax weer punten verspelen, dan uh, staat de club echt in brand. Dan breekt de helft. Is dat dan een beetje stemmingmakerij? Of denken jullie ja. dat dit wel zo'n wedstrijd is van als het hier weer misgaat, dan is het ook echt... Uh... Nee, maar dan, 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 is het, dan is de crisis nog groter dan die nu is. En daar kunnen ook wel dan op een gegeven moment consequenties op gaan volgen. Kan ik me zo voorstellen. Aan de andere kant is de competitie echt nog jong genoeg, want ze zijn echt nog lang niet op de helft door dat rare WK ertussen. Ja. Dus daar is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Da daarmee wil ik het niet bagatelliseren. Alleen, ik zie ook dat de concurrentie ook niet zo echt top speelt. Kijk, Feyenoord, afgelopen weekend hebben ze allemaal uh, punten verspeeld. Behalve Twente. Behalve Twente. Nee, nou, hey, Twente is gewoon echt een hele goede ploeg, hè. Dat is echt wel een gevaarlijke tegenstander voor zaterdag. Zeker als bij ons nog lang niet iedereen fit is. Ik vond bij Twente afgelopen weekend... Ik zag zo'n interview met Ricky van Wolfswinkels. Dat speelde op vrijdagavond, dus dan... In het avondprogramma bij de NOS zag je wat langer interview met de Van Wolfswinkel. Je zag een goal van die Sadilek, volgens mij. Die knuppel die toen bij PSV, speelde. Maar je zag, er is wat gebeurd met die jongen. Weet ik veel, iets in privé-sfeer. Je zag het echt als team optreden. En ook in het interview van uh, Van Wolfswinkel zag je echt dat het een hele hechte groep is, volgens mij. En dat is ook wel een beetje een kracht. En dat is ook waar Jans volgens mij heel erg goed in is als trainer. Dus ik, ja, ik, ik vrees wel voor zaterdag. Ja, het kan echt een pittig potje gaan ja. worden. Denk ik. Nou, dat geloof ik wel. Even afgezien van, uh, dat iedere duel een sleutelduel is... zijn het wel twee potjes die gewoon ongekend spannend gaan worden. Ja. Want je krijgt ook echt wel uh, weerstand. Uh, ja, Twente precies. is geen Den Bos, zeg maar. Nee, nee Twente Zeker heeft er geen zwakke plekken eigenlijk. Ook Gaat er voor echte... Ajax misschien een voordeel zijn... dat dat wel ploeg, een ploeg is die zelf ook meer voetbalt? Want Ajax loopt natuurlijk wel steeds tegen muren aan te, te voetballen. Ja, kijk, in principe horen wij gewoon ook tegen de, in de klassieker... maar ook tegen Twente beter te zijn. Want wij hebben betere voetballers. Ja. Als iedereen fit is, sowieso. Alleen, uh, ja, waar, waar Ajax nog heel erg zoekende is en het collectief een beetje het laat afweten, het is er gewoon nog niet. Dat wil ik zijn. Uh, hij, hij heeft in elk geval Twente dat veel meer. En ik denk fijn ook. Ja. Dus ja, 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 je zegt het al, als iedereen fit is, want dat is natuurlijk even de vraag. We hebben het net al gehad over die enorme griepgolf, wie keert er uh, tijdig terug, schreuden zij daar uh, woensdagavond nog het volgende over. Ik denk wel berghuis en Bergwijn, dat die wel erbij zouden kunnen zijn. Ik, ga, ik, 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 ik heb jullie gisteren gesproken, dat leek ook beter te gaan. Maar goed, was het was het gisteren de eerste dag, maar eind van de dag, maar goed, eind, eind van de dag, meestal krijgen ze koorts. Hè? Dus dat weet niet hoe dat nu vanavond is bijvoorbeeld. Dus we moeten er echt afwachten hoe dat morgen en, en, en vrijdag gaat. Je doet ook iets met inhoud van spelers. Hè? Dus als je de drie, uh, ja, drie in de basis zeker. Dan kan in je wisselen. Ze nee, zeker, dat is ook zo absoluut. Want dan puzzelen, zoals ik denk vandaag ja. wel, het is gewoon frank, ja. kijken wie heb je wel tot je ja, ja. heel apart ja, dat niet dat zo. Ja, je hoeft minder keuzes te maken. <laughs> ja, je hoeft minder keuzes te maken, dat is waar. Uh, ja, maar eigenlijk... toch, nou ja, kom ik even terug, sorry hoor. Op het, uh, het Rentje ineens centraal op de, uh, in de verdediging zetten en, en Bessie naar linksback verhuizen. Dat vind ik dan toch raar. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. Die uh, twee hebben wel volgens mij in de jeugd uh, daar ook eerder. Uh, ja, maar hoe lang is het geleden dat Rensje in de jeugd gespeeld heeft? Die zit al drie jaar bij de eerste selectie, hè? dus omdat nu weer opnieuw gaan. Nee, sorry, hebben, we al, hebben het al over ja. gehad? Sorry, pak hem door. <laughs> nee, gelijk heb je, de, 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 het zit je dwars. Ik merk het. Ja, <laughs> nee, ik vind het graag. Ja. dat is het, ja. ja. Maar goed, de vraag is inderdaad: wie keren de tijdig terug? Maar buiten dat, als jullie even zelf doorkijken, hoe zou je die opstelling neer gaan zetten? Want ga je dan, als bijvoorbeeld een berghuis of een bergwijn weer fit is, die ook in de basis zetten als die pas net hersteld zijn van griep? Nou, ik denk dat dat überhaupt niet mogelijk is. Volgens nee. mij schaf, gaf Schreuder dat ook aan. Dat als uh, een Bergwijn en berg, Berghuis er weer zijn... dat ze waarschijnlijk toch niet in de basis gaan starten. Want dat ze daar simpelweg de inhoud ook nog niet voor hebben. Nee, Robbie hopelijk wel uh, terug met zijn schouderblessure. Uh, nee, uh, ik vond het opmerkelijk. Volgens mij was er ergens een interview ook met, uh, met Kenneth Taylor. Die aangaf dat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was... dat hij twee keer in de basis zou starten. En het moest noodgedwongen toch. Dus stel, right. Berghuis komt terug. Dat zou dan de luxe zijn om... Telig voor zaterdag te sparen. Aan de andere kant. Ja, we spelen wel tegen Twente. Dus je wil wel je elf beste spelers, waar Taylor zeker bij hoort, uh, op het veld uh, zien. Ja. Dus het is maar net wie je beschikbaar is. Ik denk is eerder wat jij zegt, uh, dat die jongens dan achter de hand worden gehouden... om 20 minuten, een half uurtje mee te spelen in de tweede helft misschien. Nou, het is ook vooral in de, op het middenveld en, en achterin waar je problemen hebt. Voorin heb je het aardig gedekt met, ja. uh, met Tadic, nou, Robbie die er weer bij is en de Consensaro. Maar op het middenveld, in het weg uh, Taylor ziek in de verdediging, Timber... Ja, ja dat, dat wordt wel weer opnieuw puzzelen. Is tussen Twente en Feyenoord zit niks, hè? Nee. Dus is, ja, je zou dan denken, midweeks, om die jongens dan op, dat, op die moment even wat meer rust te geven. Toch, lijkt mij? Ja, ik ben geen trainer, ik ben, ik ben geen inspanningsfysioloog. Ja. Maar kijk, uh, dat zijn wel twee hele belangrijke wedstrijden. Sleutel doe wel. Het woord wat jij net en, uh, noemde vind ik een beetje te vroeg voor. Maar aan de andere kant, dat zijn uh, ja, serieuze tegenstanders. En je kan afstand nemen van je concurrentie als je ze wel wint. Dus daar, daar moet je gewoon met de best beschikbare spelers spelen. En geen rekening houden met rust. Dat doe je dan midweeks maar. Omdat er uh, nou, gelukkig even geen uh, Europese ronde is of beker. Uh, midweeks, hoewel, Volendam? Nee, Volendam is de week na. Oh, dat is daarna. Oké, ja. oké. Okay, okay, ja. Maar dat betekent ook dus. Uh, jij zegt ook gewoon met de huidige jongens die er zijn. moet je gewoon thuis van Twente winnen. Ja. Nee, uh, niet alleen van Twente, maar van iedereen in de Eredivisie. Ja. Ja, maar sorry. is dat dan te, dat dat dan te gebeurt, makkelijk die... gesteld door ons of zo? Want dit riepen we natuurlijk ook vorige week voor NEC uit. En dan speel je ja. ook weer 1-1. Maar zelfs de grootste clubs van de wereld spelen gelijk tegen de kleinste degradanten. Dus dat gebeurt. Maar ook aan... vier duels op rij die je nee, niet Nee, in? nee, precies, precies. Maar ja, je, je bent het toch hopelijk wel met me eens. Dat als je gewoon naar de namen kijkt die Ajax als de beschikking heeft. Als de elf beste beschikbaar zijn. Dat die elf beter zijn dan elf van... Al onze concurrenten. Ik ben het ook met je eens. Maar ja. ik host deze podcast. Dus ik moet soms een <laughs> beetje wat steekjes uitdelen om dat gesprek op gang te brengen. Nee, okay. <laughs> nee ik vind zeker dat Ajax dit soort wedstrijden moet winnen. Ook met de, met de huidige bezetting. Ik denk alleen: omdat dat vertrouwen toch tamelijk broos was. En je ook in een duel tegen bijvoorbeeld Den Bosch nou niet heel overtuigend eroverheen klapt... van nou ja, tegen een uh, tegenstander waarvan jij net al zegt... waar die team spirit wel heel goed lijkt te zitten... dat het, dat het echt wel eens een hele ja, lastige avond is. Maar vertrouwen uh, is iets anders dan kwaliteit. En ik, ik, Zeker. Ik, wat ik dus puur even sec bekijk, Maar dus is dan de vraag, wat gaat nu de doorslag geven? Ja. Die kwaliteit die je als, als team hebt... of uh, de, de, de fase waar je in zit, uh, ook qua mentale uh, uh, ja, mindset. Ja, is Interessant. Ja, nee, geen... en daar hebben we volgende week ook weer wat om over te praten. Zo is het ook maar net. Um, toevoeging over Ajax Twente? Of uh, zijn we er wel op dat punt? Nou, we mogen meer geld gaan betalen voor ons bier. Volgens mij uh, heeft de uh, ja. uh, collega Floris net een stukje daarover getikt. Zeker. Uh, ja. Dat uh, ik ga toch even een krantenwijkje beginnen uh, in de ochtend, denk ik. Een en grote uh, bier gaat uh, 7,25 euro, dacht ik net te lezen. Kostte. Ja, eigenlijk gaan alle dranken met, uh, met 50 cent omhoog. Dus dat is een fikse verhoging. En ja, het is allemaal wel te begrijpen. Ik bedoel, alles wordt duurder en de arena komt er waarschijnlijk ook niet aan. Uh, maar het begint denk ik al bij het feit dat de prijzen, die waren al hoog. En dat is een beetje het ding. Ja. Nu worden ze nog hoger. Als ze al wat lager waren en dan gingen ze omhoog, was het tot beter uit te leggen. Maar ja... Vorige week viel die uh, AX Live Snack Special op de mat bij onze leden. Uh, waarin het A SWX ledenpanel ook aangaf... juist van die prijzen van uh, de horeca in de arena, die liggen te hoog. Ja, dan is dit wel even een zure boodschap, nog een week later. Ja, nou ja, het enige... en ik, dat zou ik iedereen afraden om te doen... maar uh, gewoon een wedstrijd geen bier halen met z'n allen... Dan, uh, ja. dan lost dat misschien heel snel op. Aan de andere kant heb ik veel te veel zin om zaterdag om negen uur s'avonds... dus het is ook nog eens een lekker tijdstip. om... Uh, om een paar biertjes te nemen. Maar ja, 50 cent bovenop ook bij een kleine bier... is dat ook nog best wel een forse prijsstijging. Uh, ja, ja. uh, maar ja, goed, dat is wat jij zegt. Dat is uh, op dit moment in de hele maatschappij... zodat alles het duurder wordt. En, uh, en de kartonnetjes, hè, ga je ook ja, voor, ga je uh, voor ook betalen? Voor betalen. Dus dat, dat wordt straks uh, misschien mensen... die lopen te handen met biertjes tussen de ellebogen. En nog, uh, ja, bij Dortmund <laughs> heb je zo'n biertas, toch? Zo'n draagtas. Ja, ja. een of zo zat erop. Ja, dan kan je... Uh, yeah. Mannen, ja handen. dus het is dan om dat hergebruik te stimuleren hè? zo moeten we dat zien dat je als je betaalt voor je voor je draagkartonnetje uh, dat je hem nog een keer gebruikt ja, ja. en iedereen het advies om hem te bewaren thuis op te hangen aan de waslijn en uh, ieder duw weer mee ja. terug te ja. nemen nou, kijken of de stewards het accepteren als je daarmee door de ingang eh, komt. <laughs> ja, dat ja, zien we de klauwen inderdaad. Uh, gaan we eventjes kijken naar de agenda. Dan uh, zien we onder meer dat uh, natuurlijk in februari het duel, thuisduel met Union Berlin eraan komt. En dat duel is uh, sinds deze week uitverkocht. Mooie nieuws is dat eigenlijk onze leden van de SVA daarbij nou meer kaarten dan voorheen in hun zakken staken. 16.000 stuks uh, gingen er naar onze leden, dat is een mooi aantal. Zeker, zeker. Dus uh, nou, dan zie je dat, uh, dat het mooi is. Nou, misschien komt het omdat het, het iets minder gaat met Ajax. Misschien komt het omdat mensen de prijs te hoog vinden of door het aanvangstijdstip noemen het. Maar je, je kan weer eens een, een Europees avondje in de in de Joon bij wonen. Toch fijn. Dat is Ajax Union. Kijken we verder uh, dichterbij op de agenda, dan zien we dat aanstaande zaterdag er een signeersessie in de Ajax Fanshop is van het boek Sonny Siloy Ajax ziet. Sonny is daar zelf aanwezig van 5 uur s middags tot 6 uh, tot uur s avonds. Een uurtje dus om handtekeningen uit te delen. Dus als je het boek van plan was om te scoren, doe dat dan zaterdag. Dan kan je er nog gelijk een mooie krabbel van de hoofdpersoon bij scoren. En later op de avond de loting van de KVB beker, Want ook Ajax zit dus in de kokertjes voor die achtste finale. Hebben we daar nog een? Voorkeur wie we gaan treffen? De treffers. De treffers. Treffers gaan we treffen. Treffers treffen. Doet uh, Giel Montagne nog steeds die loting uh, bij de KNVB beker of niet? Weet dus dat is altijd niet. nee, die, 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 die Heinrich. Uh, ja, Heinrich ah, ja, 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 ja. ja, ja. ja naar ja, ja, ja. Giel Montagne, Zonder ondersnoor. snor hoor. Ja, daarom, daarom, ja. Vroeger ja. was het inderdaad uh, de lookalike van Giel Montagne. Ja, volgens mij hoorde ik bij uh, ISPN dat, uh, dat de treffers met de hele spelersbus zou komen om de loting te verrichten. Dus waar is die loting dan? Ik neem aan in de studio van ISPN. Oh. Nou, ze deden het ook wel eens in een, in, meteen op de donderdagavond in een stadion. Hè, waar ja, of in een kantine waar even die amateurs uh, dat ja. is, dat wel mooi. Ja. Dus, ja. Ja, Voor die grompies op de achtergrond. Beelden, is leuk. Ja. Dus mijn hier de Treffers, heb jij nog een volk uh, Roy, Nou of? Ja, ik, ja, ook vanuit sportief belang en ook eigen belang. Dus ik zou het wel leuk vinden om een keer, gewoon met mijn hele gezin. Ik heb twee jonge kinderen, ja. een keertje naar Ajax. Weet je, en natuurlijk kunnen ze een keertje mee naar een oh, conditie maar die zijn van, vaak ja. laat. Of weet ik. Ja. Maar inderdaad, gewoon een kleine tegenstander. Om kwart voor zeven s'avonds of zo, op woensdagavond, ja. dat ze nog op tijd in bed. En dan heeft, dus wel is. in Amsterdam hier en dan. Dus één keer. Ja. En daarna wil ik uh, gewoon serieus spot. affiche tegen, nou, tegen Feyenoord misschien. Ja, ik misschien. hoop gewoon net zoals toen een paar jaar geleden met Spakenburg. Had, dat hier gewoon die hele hut vol ja. zat. Ja. Tegen een amateur Spakenburg met uh, ja. flink wat bussen hierheen. Dat, dat zou toch geweldig zijn? Ja. Dat is nu nog leuk. Daarna moet het even serieuze tegenstand worden. Want je wil als je de Beker uiteindelijk wil winnen ook wel een keer onderweg, kwartfinale, finale, gewoon. Uh, ja, dat je hem terecht wint zeg maar. Precies. Dat je dat niet je dat alleen de kleintjes loodt, zoals fijn dat het altijd doet. Ja. Um, zijn we dan nog iets vergeten? Ja, zeker. Want we hebben de wie ben jij dan nog niet gehad? Je gaat zo meteen weer een Ajax-sheet horen. waarbij uit het hele verleden. waarbij de vraag is van wie is dit? En als je het goede antwoord weet, dan kan je dat uh, onder vermelding van je lidnummer en postcode sturen naar redactie@svajax.nl En waar maak je dan kans op? Nou, dat is deze week op uh, een kalender van het Ajax-shirt, de glorie van uh, rood en wit. Er is onlangs een heel mooi boek van uitgegeven. maar nu ook een uh, verjaardagskalender. Er staan heel wat uh, Ajax-shirts. In en uh, nou, best leuk voor aan de wand. Dus de vraag is: uh, welke Ajaxiet hoor je hier? Are you? En die professionele instelling die heeft ons uh, uh, de twee cups daarna ook nog eigenlijk uh, gegeven: in twee en 73. We gaan dus wat terug in de tijd. Weten we het niet? Ik denk het wel, ja. Dan gaan we het zometeen na de uitzending wel even bespreken of jullie het goed hadden. Maar mocht jij het uh, goede antwoord weten, stuur hem dan dus in naar redactie.svajaxen.nl Dan zijn we volgens mij alweer zo'n beetje rond uh, met uh, dus een drukke week in aantocht. Of een drukke week in ieder geval een week met twee belangrijke wedstrijden. Eerst Ajax Twente en een, een goede week later de Klassieker. Ja, ik heb er toch wel weer heel veel zin in. Ja, nee, ik vind het uh, nogmaals wat ik net al zei en wat ik gisteren ook leuk vond. Uh, leuk dat er zoveel debutantjes nu uh, noodgedwongen, weliswaar. Maar aan het, uh, aan het, ja, dat je die aan het werk ziet. En ja, ergens hoop ik dat dat wel weer een beetje een aanzet is dat. Wat blind zo mooi zei: Ajax ajax blijft. Dat, Dat we gewoon geld. jongens hebben vanuit de opleiding. En, en ja, misschien zijn de resultaten dan even wat minder. Maar ik zie liever spelers uit de eigen opleiding ploeteren en een keer een fout maken. Dan een aankoop van 24 miljoen die gisteren in de vijfde minuut een bal breed speelt. Gewoon in de voeten van het tegenstander. Ja, weet je, toch? Of ben ik nou heel Eend. cynisch? Nee, ik ben het volledig met je eens. En ik wilde ja. nog wat kwijt over afgelopen maandag. Ik was uh, uitgenodigd door jullie. Dank je wel nog, nogmaals in de kleine comedie bij de Nieuwjaarsconferent. Dat was erg leuk. Dat is echt heel erg leuk. En uh, zeker ook die jongens die in het uh, pauzeprogramma... Nou, dat, is, ja. dat was niet helemaal, maar halverwege. De godenzone um, Zonder afloop nog even met een van die gasten te kletsen. Nou, als je ooit de kans krijgt om in het theater die, uh, dat te zien... Dat is, dat is erg leuk. Uh, ja. Goed, uh, goede Hij stond shows. Ze stonden eerst op de parade, hè? Nu ja, dan in precies. ons uh, ja. programma. En wat ik begreep is dat ze nu een beetje gaan toeren door, uh, door het land ja. heen. Dat was, uh, was echt leuk, dus dank nog met, voor met deze show trouwens. Dat is mooi dat passen dan passen dat wel een theatertje aan. in Rotterdam. Uh... Nee, en, en ze blijven bij een beetje in deze regio. Dat uh, dat allemaal. Ja, Oké. Okay. Uh, anders <laughs> krijgen ze kartonnen bekertjes naar een hoop geslingerd. Dat ja. moeten we niet ja. hebben. Ja. Dit kost ook al genoeg geld. Goed, dan zijn we rond uh, voor vandaag. We gaan ons weer opmaken voor een uh, hopelijk mooi voetbalweek einde met uh, Ajax, FC Twente. En volgende week dan zijn we er natuurlijk gewoon weer, want dan gaan we toeleven naar uh, ja. Voor velen de wedstrijd van het jaar, de klassieker. Maar dit was hem voor nu. Tot volgende week.